En ik vind ook dat je als topsporter altijd moet nadenken over een leven naast de sport. Ik vind ook dat je iets ernaast moet doen, een studie, of al is het maar vrijwilligerswerk, maar dat je weet wat er in de maatschappij leeft en je rol kent in de maatschappij. En ook erachter komt, wat wil je na je topsport doen? Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb zelf een MEAO-diploma en een HBO-diploma op het gebied van communicatie en PR. En ik ben ook heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik heb uiteindelijk mijn hele topsportcarrière gelukkig kunnen vervolmaken op de manier zoals ik het wilde. Ik heb ook afscheid kunnen nemen op het moment dat ik het wilde. Dat is heel luxe. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En nu ben ik lekker aan het werk in marketing communicatie. En ik heb dus ook naast mijn topsportcarrière ook altijd werk gehad. Of altijd in ieder geval gekeken. Je lijkt allemaal gepland en voorzien te hebben. Ja, dat lijkt wel. Dat is het natuurlijk niet. Maar ik ben wel altijd daarmee bezig geweest. Want ik was ook wel. Ik heb ook natuurlijk teamgenootjes zien die door een blessure geveld werden en ineens niets meer om handen hadden. Dan is het ook belangrijk dat je nog een ander leven hebt. Dus ik vind dat heel belangrijk. En ik vind ook dat, nou ja, daar moet je bij geholpen worden. Maar daar kun je zelf ook veel in doen.